Ik was in de tuin aan het werk en op een gegeven moment hoor ik een klap en ik hoor remmen piepen. Dus ik loop naar de brug en ik zie een auto te water, een blauwe Renault. Ja, en dan? Wat denk je dan? Nou, in eerste instantie ben ik er gelijk heen gerend om te kijken of er iemand in zat. Er was al een buurman die was te water gestapt. En een andere buurman, Joshua, rende ook al richting de auto. We constateerden dat alle deuren klem zaten. Maar we konden één raam aan de bestuurderskant opendraaien. De mevrouw was eigenlijk niet aanspreekbaar, want ze was min of meer in shock, denk ik. En we hebben gevraagd of ze op de stoel wou gaan staan, zodat we er via het raam eruit konden tillen. Nou, dat ging. En op de kant is ze door een paar mensen is overgenomen. Met name door iemand die op een traumaafdeling werkt. Dus die wist wat hij er verder mee kon doen. Ja, eigenlijk bent u een held. Nou, held, je doet gewoon wat je doet, denk ik. En dat is hetzelfde voor de buren. Je doet wat je doen moet. En zowel Josje als ik hebben ervaring met waterongevallen, omdat we bij de brandweer hebben gezeten.